Het is vrijdag 5 september. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Brand bij chemisch bedrijf in de Botlek snel onder controle. Gedonder in Leefbaar Rotterdam nog niet voorbij. En waarom bruist het winkelhart van Spijkenisse niet? En hier alvast kort het weer, Ed Aldus. Ook zaterdag hebben we te maken met veel bewolking. Ja, de zon die komt daardoor maar nauwelijks tevoorschijn. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 20, 21 graden en er staat erbij maar weinig wind. Graag tot zometeen. Bij het chemisch bedrijf Cabot in de Botlek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Het vuur sloeg niet uit, maar er was wel sprake van heftige rookontwikkeling. Het bedrijf werd uit voorzorg ontruimd. Er vielen geen gewonden. Rond 10 uur vanochtend krijgt de brandweer een melding van een brand in het generatorgebouw van Cabot. Het chemische bedrijf verwerkt grondstoffen waarmee onder meer autobanden worden geproduceerd. Ruim 100 medewerkers moeten hun werk stilleggen. Cabot werkt met gevaarlijke stoffen, maar deze komen volgens de politie niet vrij. Die zijn massaal uitgerukt. Ja, zeker. Ook vanwege de bedrijven hier in de omgeving. Naast het bedrijf waar de brand is uitgebroken ligt een bedrijf. Stel dat dat ontruimd zou moeten worden of dicht zou moeten gaan. Dan zitten een aantal bedrijven hier in de omgeving zonder stroom. Nou, dat wilden we voorkomen. Daarom zijn we met z'n allen hierop afgekomen. Tijdens de brand raadt de ANWB-automobilist op de N15 bij Rozenburg aan om ramen gesloten te houden. Bij de DCMR komen klachten binnen over een indringende plastic geur. De brand is ontstaan in een schakelkast naast het bedrijf. In die schakelkast daar zitten draden, daar zit kunststofbehulzing omheen. Dat heeft gebrand. Die brand is niet gezond, niet fijn, maar gelukkig is het heel erg beperkt gebleven. Een woordvoerder van Cabot vermoedt dat de brand is ontstaan door een elektrische storing. De politie wil dat niet bevestigen. De medewerkers van Cabot hebben hun werk inmiddels weer hervat. Een oplossing voor de conflicten in de fractie van Leefbaar Rotterdam lijkt steeds verder weg. Gisteren werd bekend dat fractievoorzitter Luc Wilson zijn functie heeft neergelegd en inmiddels is vervangen door Anton Molenaar. Daarmee zou de rust moeten zijn weergekeerd, maar nee. Vandaag lekte een kritische e-mail uit van het fractielid Reinier de Jong. In de mail gericht aan de fractie reageert de Jong op een interview dat campagneleider en fractielid Ronald Buit gaf aan het Algemeen Dagblad. Daarin kritiek op de wijze waarop Ronald Schneider wethouder is geworden. Volgens de Jong staat het interview vol met leugens en schrijft hij letterlijk: deze fractie is een nu al 6 maanden rottend kankergezwel en krijgt Ronald Buit er persoonlijk van langs. Om commentaar gevraagd liet de Jong vandaag bij Radio Rijnmond weten dat de fractie nu door de partijleiding de mond is gesnoerd. Het enige wat ik eigenlijk op dit moment te melden heb is in de pers is dat ik mij onthouden zal van elke vorm van commentaar. Omdat ik sinds ik in de politiek ben altijd loyaal ben geweest aan alle fractiebesturen die wij gehad hebben, onafgebroken. En ons fractiebestuur legt ons nu op dat wij gewoon radiostilte behouden. En dat doe ik dus. Dus ik kan daar helaas geen commentaar op geven. Ik zou het wel heel graag willen, maar ik kan het niet. En op de redactie staat nu verslaggever Ron van der Ree. Ron, gaat het nu echt alleen om die coup die Schneider vlak na de verkiezingen pleegde toen hij wethouder werd ten koste van Ingeborg Hoogveld? Ja, kennelijk wel. Je weet hoe het gegaan is. En uit de donkere hoeken en gaten van het stadhuis horen wij nu ook, en vooral in de wandelgangen natuurlijk, dat het juist de Jong is geweest die het initiatief heeft genomen naar de oppositie toe om niet Hoogveld wethouder te laten worden, maar Schneider. En we weten hoe het gegaan is. Wilson, de ex-voorzitter van de deelgemeente IJsselmonde, werd vervolgens fractievoorzitter. Hij moest de kikkers proberen in de kruiwagen te houden. Nou, dat is hem niet gelukt. Hij is teruggetreden. Ja, en nu is het aan Molenaar om orde op zaken te gaan stellen. En dat deed hij de fractieleden een zwijgplicht op te gaan leggen. Te beginnen bij een radiostilte die wij uitgerekend bij ons op de radio hoorden. Ja, en waar de rust dus hersteld zou moeten worden, lijkt het nu steeds onrustiger te worden. Ja, dat kun je wel zeggen. Want ja, hoe gaat het? Wie heeft vervolgens na gisteren die e-mail weer uit laten lekken? Hoe zit het met de oude kern van Leefbaar Rotterdam? De oud-wethouders van Sluis en Pastoors. We horen dat die oude kern heel erg boos is over de gang van zaken. En hoe zit het met de positie van de partijleider Joost Eertmans eigenlijk? Want ja, je zou toch zeggen, die moet toch een soort politiek instelling hebben en dit allemaal aan hebben zien komen. En bijvoorbeeld die wethouderswissel. Waarom heeft Eertmans het zo ver laten komen?
allemaal vragen die nog beantwoord gaan worden intern, vooral binnen de fractie. En hoe schadelijk is dit voor het beeld van Leefbaar? Nou, geluk bij een ongeluk is dat de verkiezingen nog ver weg zijn. 3,5 jaar, het college heeft net een start gemaakt, maar natuurlijk is dit schadelijk. En we hoorden dat vandaag ook uit een aantal reacties op straat. Persoonlijke ruzie zijn vind ik het onprofessioneel en vind ik niet kunnen. Ja, ik vind het echt kenmerkend voor Leefbaar Rotterdam. Ze zijn geen eenheid. Het gebeurt steeds weer dat er iemand opstapt en ze vormen gewoon geen team. Ik vind dat iemand die ons regeert, ons bestuurt, allemaal toch wel dezelfde mening moeten zijn. Verdeeldheid zorgt alleen maar voor chaos. Als het om Leefbaar Rotterdam gaat, dan hoeft het van mij niet. Dan mogen ze ook stoppen. Ja, al dus de reacties op straat. En komend weekend al gaat de fractie vooral met zichzelf aan de gang in een poging om te redden wat er te redden valt en niet uiteen te vallen. En zometeen in Rijnmond Nieuws. Het winkelhart van Spijkenisse heeft geen sfeer. Komt u wel eens hier in Spijkenisse? Ja. Ja? Ja. Vindt u het gezellig? Nee. Straks meer daarover. De Wereldhavendagen zijn vandaag van start gegaan. Rotterdam staat de komende dagen weer bol van activiteiten in en rond de havens. En speciaal voor de havendagen is de Karel Doorman, het nieuwste en grootste schip van de marine, afgemeerd aan de Wilhelminakade. En aan boord staat onze verslaggever Marlies Harting. Marlies, is het al een beetje losgebarsten daar? Nou ja, zeker. Ik weet niet of je het hoort. Maar sinds burgemeester Abu Taleb vanmiddag het startschot heeft gegeven, is er al van alles te zien en te beleven. Hier is bijvoorbeeld op de Maas net een anti-piraterij demonstratie begonnen. De Koninklijke Marine die helpt om de scheepvaart bij Somalië te beschermen tegen piraten. En de 7 provinciën, daar waren wij vanmorgen al even, dat is een schip dat net terug is van zo'n missie in Somalië. We zijn er, majesteit, 7 provinciën, ligt aan de Parkkade. Vanmorgen vroeg kwam het Rotterdam binnen na een antipiraterijmissie in Somalië. 4 maanden lang hield het piraten uit de buurt en oefende de militairen ondertussen voor als er wel piraten op zouden duiken. We hebben een schip, zeg maar, een soort van bevrijd met de heli en het Maltese boardingteam wat we aan boord hadden. En daar hebben we ook heel veel oefeningen mee gedraaid en schietoefeningen natuurlijk. Gewoon allemaal ter voorbereiding voor Somalië. Ben je dan niet stiekem toch een heel klein beetje teleurgesteld dat je dat nooit voor het echt hebt hoeven doen? Nou ja, aan de ene kant zei ik in het begin van de reis, ik hoop dat er wat gaat gebeuren. Maar het is natuurlijk ook goed dat er niks gebeurt. Want het betekent dat, dat het gewoon helpt dat wij er zijn. Ja. Dat de marine er is. Morgen gaan de 220 militairen van boord in Den Helder. Maar zo lang kunnen de meeste familieleden niet wachten. Ze mogen alvast op bezoek komen in Rotterdam. Was het een beetje vol te houden 4 maanden lang? Nou, voor jou was het af en toe moeilijker dan voor mij, hè? Nou, dank je. Nou ja, zo niet, maar wij... Maak even een politiek correct antwoord. Wij hebben het goed volgehouden, maar het is beter dat hij terug is. Ja, dat sowieso. Ja, nee, het is weer fijn om hier te zijn. Ja. Uw dochter weer terug? Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Heel blij. 4 maanden is best een end. Niet in de piepzak gezeten? Nee. Nee hoor, ze zorgen wel goed voor haar daar. Zo, dat voelt vast heel goed. Ja, gaat heel goed, ja. De camera op ons. Lekker plak. Maar je mag hem morgen pas echt mee naar huis nemen. Ja, weet ik. Maar nu hou ik hem vast. Dat is ook goed. Ja, en dat schip gaat dus vanavond later weer terug naar Den Helder. Maar er blijven er nog genoeg over, zoals deze, de Karel Doorman. Het nieuwe pronkstuk van de marine kun je vanaf morgen ook komen bezichtigen. En dus je kunt excursies maken naar havenbedrijven, je kunt mee met de reddingsbrigade. Je kan natuurlijk morgenavond naar de Nacht van de Kaap. En morgenavond, niet te vergeten, het vuurwerk hier boven de Maas. Dankjewel, Marlies Harting. De spoedeisende hulpafdeling van het Rotterdamse Maastadziekenhuis is gisteravond na een grondige schoonmaakbeurt weer opengegaan. De afdeling werd 's middags gesloten nadat een 19-jarige man uit Zwijndrecht was binnengekomen die een bijtend schoonmaakmiddel over zich had heen gekregen. De arts die deze patiënt behandelde werd vervolgens onwel. De Zwijndrechtenaar is op de intensive care opgenomen en de spoedeisende hulp van het Maastad is enkele uren gesloten geweest. Ja.
Wij gaan sporten met Dennis van Eersel op de redactie. Veel spelers uit onze regio kwamen gisteren in actie in het shirt van het Nederlands elftal. Want Dennis, niet alleen het grote oranje kwam in actie, ook veel jeugdteams. Ja, de eerste wedstrijd met de teruggekeerde bondscoach Guus Hiddink ging verloren. Hè? Vrij kansloos in en tegen Italië, 2-0. Maar ook de andere teams van Oranje deden het niet best. Jong Oranje verloor met 1-0 van Jong Georgië. Haan, Boetius, Velena, de Feyenoorders, ze speelden in die wedstrijd. En ook Oranje onder 20 kwam in actie tegen Tsjechië. Ging ook niet goed, maar er was één lichtpunt. Want de linksback van Excelsior maakte zijn debuut in Oranje. Laag was onder spanning, denk ik. Het is mijn eerste interland en ik ben er blij om. Het gebeurt niet vaak dat de speler van Excelsior dan uitgekozen wordt. En ja, mij is het overkomen en ik ben er hartstikke trots op. Ja, dat zeg je heel nuchter, maar... Ja, nuchter. Ik denk als ik terugkijk naar de wedstrijd... kon ik er meer uithalen, denk ik. En als team ook. En ja, dat is jammer. Ja, maandag in Sportclub Rijnmond zenden we een uitgebreide portret uit van deze Elso Brito. Hij krijgt trouwens een nieuwe ploeggenoot bij Excelsior erbij. Tony Varela trainde al een tijdje mee. Heeft vandaag een 1-jarig contract bij Excelsior getekend. En om al het laatste sportnieuws rondom die clubs in de Eredivisie af te ronden. FC Dordrecht oefende vandaag tegen Anderlecht. Maar verloor in België met 4-1. Ja, en Dennis, dan heeft Willem van Hanegem vandaag weer van zich doen spreken. Ja, hij is gestopt met zijn adviserende rol aan Feyenoord. Maar we kennen de kromme, dat wil niet zeggen dat hij stopt met het geven van zijn mening. Doet hij in zijn columns, in het Algemeen Dagblad. Af en toe verschijnt hij voor onze camera. Nou, dat gebeurde vandaag. En we spraken onder andere met hem over de doelstelling die Feyenoord nu heeft geformeerd. Want voor het eerst in jaren ligt de lat hoog. Feyenoord spreekt uit dat het weer voor het kampioenschap wil gaan. Dat slaat nergens op. Dat had je vorig jaar moeten zeggen. Toen had je echt een aardig helftal. En nu heb je, ja, het is allemaal afwachten. Ik heb die Beertje Kolle ook zien spelen van de week. Die, hoe heet die? Die Turk, of wat is het? Turk Kazim. Kazim, ja. Waar heb je die zien spelen? Op televisie. Het loopt een beetje zo. Veel hadden de jongens van mij speelgoed zo. Als je die neergooiden, dan kwam die vanzelf weer overeind. Ik denk, dat kan toch nooit een voetballer zijn? Of ben ik nou gek? Voel je het niks? Ja, dit is naar de bekende weg vragen. Ja, hij draait er altijd zo omheen, hè, die Willem van Hanegem. Zondag een lang gesprek met hem in plaats van FC Rijnmond. Dankjewel, Dennis. En dan is er zo ook weer een uitzending van FC Rijnmond met Etienne Verhoef. Etienne, wie heb je te gast en waar gaan jullie het over hebben? We hebben aan de desk zitten Martijn Krabbedam, de clubwatcher van Voetbal International bij Feyenoord. Met hem gaan we natuurlijk praten over Beertje Kollekol, zoals Van Hanegem net noemde. Kazim en naast hem schrijft onze eigen Jan-Dirk Stouten aan. Kortom, genoeg te bespreken, want de transferperiode is afgelopen. Daar gaan we het met deze mannen over hebben. Dankjewel. Leegstaande panden, rustige straten en teleurgestelde winkeliers. Het winkelhart van Spijkenisse bruist niet. En hoe komt dat toch? Heeft het misschien iets te maken met de elektronica-winkel Saturn die eind deze maand vertrekt? Ik mis sfeer. Ik mis emotie. Het is allemaal erg klinisch. Ik zie geen klanten. Ik zie wel winkelpanden te huur. Dus omdat dat misschien mooi en nieuw is, ligt hier echt wel een probleem. Duidelijke taal van winkelprofessor Cor Molenaar, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De oorzaak van deze lege straten is naast het gebrek aan sfeer het feit dat mensen op internet kopen. Maar heeft het hier in Spijkenisse ook te maken met de aanstaande sluiting van elektronicazaak Saturn? Het is heel simpel. Als alle mensen vanaf nu allebei Saturn gaan kopen en het draait als een tierenlier, dan gaat Saturn niet weg. Maar wat je nu ziet gebeuren, is dat mensen... Of naar een BCC gaat, die er precies 100 meter achter ligt. Of je gaat op internet kopen. En dan vraag ik me af, ja, is dan zo'n Saturn echt wel nodig? Nou, dat blijkt dus niet, want het draait gewoon niet goed. En dat geldt voor een heleboel winkels. En toch zijn op deze vrijdagmiddag de meningen verdeeld over Spijkenisse. Ruim opgezet, verschil met straatjes, hoogte, soorten winkels. Het ligt verder uit elkaar, het is niet te compact. Dat vinden we wel leuk. We maken u komt hier graag. Ja. Wij komen hier graag, absoluut. Wat vindt u van het winkelhart van Spijkenisse? Nou, niet veel. Als je nou echt lekker gaat shoppen, hè, waar ga je dan naartoe? Soms in Rotterdam en zo, maar hier kan je ook wel shoppen. Okay. Maar niet heel erg veel. Maar als je even voor een half uurtje gaat shoppen of zo, of snel wat doen, dan zou je hier in Spijkenisse kunnen doen. Winkelt u wel eens hier in Spijkenisse? Ja. Ja? Ja. Vindt u het gezellig? Nee. Volgens de winkelprofessor duurt het niet lang meer voordat alle winkelpanden hier leeg zijn. Of is er een oplossing? Ik denk in Spijkenisse moeten ze zich concentreren op de dagelijkse boodschappen.
Dan kom je de winkels tegen als een Action. De Superkoop heb ik hier gezien. De Big Bazaar heb ik hier gezien. Dus echt voor die minder meer dagelijkse boodschappen. Nou, dat kan binnen het verzorggebied van Spijkenissen. En voor de rest moet je eigenlijk de hoop opgeven. En dinsdag dient nog een kort geding tegen elektronica zaak Saturn, of Saturn zoals u wilt. De verhuurder van het pand vindt namelijk dat de winkel de deuren niet mag sluiten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws. Meer is te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder en een mooi weekend. Dag.